Hi, ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de B-Hype 8 van DB Technologies. In deze B-Hype line hebben we een aantal varianten. Dit is de kleinste, de 8 inch, maar we hebben ook de 10, de 12 en de 15 inch. Het verschil zit hem in het vermogen en uiteraard de grootte van de speaker en dus ook de grootte van de kast. Als we kijken naar deze Biiip 8, dan merk ik dat het een hele compacte uh, speaker is, wat uiteraard ook niet anders kan, want het is een 8-inch. Uh, maar het voelt degelijk. Uh, je merkt dat er echt aandacht besteed is aan de behuizing. Het is een stevig uh, gegoten kunststof uh, behuizing, heeft een stevige gril aan de voorkant en heeft ook een handvat zo heel makkelijk uh, aan de bovenkant, als wel ook via de zijkant. Op kunt tillen. Dus ze hebben echt ook op ergonomisch vlak hebben ze natuurlijk een aantal dingen uh, goed uitgedokterd. En als we naar de onderkant kijken, uh, merk je dat we hier een standaard 35 mm pole mount hebben waar we dus ook op een statief kunnen plaatsen. En dit is uh, de Mic lijn switch. Uh, bovenin staat hij uh, in de lijn uh, mode en onder staat hij dus in de MIG-mode. Even uitleggen wat mic lijn nou betekent. Nou eigenlijk is het vrij eenvoudig. Mic betekent dat je je microfoon dus aan kunt sluiten en line wil zeggen dat je het beste een jack aansluiting aan kunt sluiten. Waarom? Nou een jack uh, dat is uh, bijvoorbeeld onder bijvoorbeeld een keyboard, een uh, gitaar en een bas die hebben namelijk uh, een wat minder hoge gain nodig terwijl een microfoon die heeft juist een high gain nodig. Dat is eigenlijk het enige wat die switch doet. Dus in de mic stand geeft hij een high gain. Hou rekening mee dat je geen phantom microfoons hierop aan kunt sluiten, omdat er geen phantom spanning op zit. Even wat technische specificaties. Het is een 18 speaker met een 1 inch horen er bovenop. Uh, de horen heeft een eigenlijk vrij unieke afstralingsvlak. Zo is die 120 bij 85. En dat heeft als voordeel dat je namelijk op een korte hoek toch heel breed kunt spreiden, zodat je eigenlijk ja, als je aan de zijkant van de speaker staat, heb je toch een hele goede definitie. Daar waar je bijvoorbeeld bij 90 graden daar je hoog eigenlijk al uh, afvlakt. Um, voor de rest heeft hij een vermogen van 130 watt. Nou, dat lijkt op zich niet veel. Maar uit die 130 watt perst hij maar liefst 120 dB uh, geluidsdruk. En dat is veel voor een uh, versterker van 130 watt. Dus je zou kunnen zeggen dat het echt een high-efficiëntie uh, speaker is. Dus met weinig vermogen veel druk kan leveren. Voor de rest is het een super lichtgewicht, want hij weegt maar 6,6 kilogram. Uh, dus ja, is, uh, vooral als je bijvoorbeeld uh, veel uh, op pad bent, is het een ideale speaker om uh, makkelijk uh, te voeren. En het spectrum, het frequentiespectrum loopt van grofweg 70 tot uh, 70 hertz aan de onderkant tot 20 kilohertz aan de bovenkant. Nou, in het algemeen. Kunnen we zeggen dat het een heel fijn klinkende speaker is, die heel gedetailleerd in het hoog uh, weergeeft? Um, ik zou bijna zeggen: als je een akoestische gitaarklank of akoestische soundpak, dan hoor je echt het mooie knisperige geluid aan de bovenkant. Aan de onderkant uh, is het, uh, het laag strak, maar ik mis een beetje. Uh, low-end. Ondanks er wel een low-end switch op zit, zodat je meer boost aan de onderkant krijgt, zou ik op de equalizer toch het uh, lager een klein beetje op hebben, zodat hij net wat warmer klinkt. Hij kan het makkelijk hebben, dus dat is het probleem niet. Wilt u meer informatie met betrekking tot deze b 8? Klik dan op de link hierboven of hiernaast en u wordt doorverwezen naar onze productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word lid van ons YouTube-kanaal.